De KPNI-divisie wordt mede mogelijk gemaakt door FBTO, H&M en KPN. Yes, dames en heren, en welkom bij alweer een nieuwe speelronde in de KPN E-divisie. Een hele mooie pot op papier. Het is Heracles Almelo tegen AZ Alkmaar. Brian tegen Dani Visser. Een mooie strijd is dit. Natuurlijk de oude finale van een paar jaar terug. Dani Visser die toen met de Graafschappen de landstitel won. En Brian die daar ontzettend zuur van was. Die natuurlijk geschiedenis kon schrijven voor zichzelf. Zo vaak zo dichtbij geweest na al die jaren. Maar dat die jonge Dani Visser toen van Brian won. Ik weet niet of dat ze mee zou spelen in zo'n koppie vandaag. Die denkt van ja, dat was toen zo'n dag om niet te vergeten natuurlijk. Voor beide eigenlijk. Maar we gaan het zien. Heracles momenteel aan het stijgen. De laatste week goed gespeeld. We staan momenteel op plek 11. Dat is natuurlijk een stukje lager dan voorgaande jaar. Maar ze hebben gesteld met een goede aankoop uit Italië. Ik denk dat ze daar heel veel punten mee gaan behalen. En AZ die doet het eigenlijk in mijn ogen een stuk minder ook. Dat bewijst ook wel 15e plek. Dus op papier zou je zeggen, dit is een echte kraken vooraf. Maar als je naar de stad kijkt, dan... is het een potje in de ondergrens. Eigenlijk beide ploegen moeten gewoon hopen dat ze bij die play-offs komen. Want Groningen, Feyenoord, Utrecht, Ajax zitten allemaal ook rondom die plek. Het scheelt maar, even kijken, vanaf plek 9 tot en met 15. Het scheelt maar 2 punten. Ajax staat 9e. Hij staat 15e. Hier een grote kans voor AZ, maar goed verdedigd door niemand minder dan Moments Maldini. Want ja, die gaan jullie vandaag heel veel zien. Die man is niet te stoppen. Ik weet niet hoeveel die kost. Ik denk dat die 5, 6 miljoen kost op de transfermarkt. Maar dan hoef je maar één centrale verdediger denk ik op te stellen. Want hij doet het werk voor twee. Kijken wat Heracles dan kan. Hij zag aan het gezicht van Brian dat er iets niet goed ging. Een slordig balverlies. Kijken wat Dani dan kan in de omschakeling. Mooie paas, Pelé. Gaat hij dan doen? Hij legt hem af. En een hele simpele goal. Heel mooi afgemaakt, goed uitgespeeld. Die tietenpaas, die deed hem. Pelé die dan alle ruimte heeft. En ja, dan moet Brian een keuze maken. Gaat hij uitstappen voor dat schot of... gaat Pelé zelf schieten? Ja, het is in dit geval dat Pelé deed alsof hij schoot. Mooi voetrol, legt hem af. Ik denk niet deze, echt waar. Ja, het is nog komen en gaan. Een mooie goal. Ik luister even naar wat Dani ging zeggen, maar die vond het hem inderdaad een beest. Nou, het is niet erg. Gewoon ons eigen ding doen. Oh, gaat goed zo, man. Flanken zijn continu vrij. Zijn de linkerkant Ben? Is die rechterkant? Verdedigend is het nog steeds wel een beetje traag. Ja. Dus daar ga ik me niet op afreageren. Alleen, je ziet wel dat er soms daardoor een beetje ruimte komt, hè? Ja. Dus moet ik daar nog iets op aanpassen of gewoon... Want één op één lukt het wel. Alleen het is wel dat open draaien, zo. Je kan niet echt druk op de man zetten. En dat is wel wat ik normaal doe. Dan als hij dicht in de 16 komt en je hebt daar moeite mee, gewoon een klein beetje afstand te spiegelen. Ja. Oké? Okay? Ja. Okay, kom op bro, lekker begin. Kom maar. Ja, schitterend dit om te zien. Dat onderlinge gesprek met Legend Frot en Dani Visser. Ja, mooi. Het is toch lekker als je zo speelt en je hebt iemand naast je op je kamer. En die gewoon lekker enthousiast is. Dat zou mij in ieder geval heel veel plezier doen. Dat er iemand zo naast je zit die even met je overlegt. Even aangeeft van, dit kan misschien straks wel iets beter of dit. En gewoon iemand met ontzettend veel energie. Heerlijk om... vind ik zo te zien. Ik denk dat iedere speler daar beter van wordt. En Brian zit natuurlijk alleen in dat hok van hem. Is wel iemand die zichzelf natuurlijk kan oppeppen. Maar het is altijd fijn om iemand gewoon naast je te hebben. En
Ja, dit is wel mooi. Darivis die gewoon stilstaat met de bal. Die eigenlijk zegt tegen Bruin van ja, kom maar. Wij staan 1-0 voor. Kom jij de bal maar van mij afpakken. Dat is hetgene wat ze net volgens mij ook een beetje bespraken die het dode spelmoment. Dat Bruin misschien heel defensief staat. Dat idee had ik in ieder geval dat Dani daarmee probeerde te zeggen. Ja, het loopt nog niet lekker met Bruin. Heel veel steekpaas die tot nu toe makkelijk werden onderschept door Dani. Wel leuk dat er nu ook natuurlijk een update is geweest in de spelersselectie. Ik denk dat de Team of the Season ook gebruikt kan gaan worden de komende weken. Je ziet het nu al gebruikt worden. Rechtsbacks zoals Wan-Bissaka. Natuurlijk heel overpowered. Dus dat is ook leuk natuurlijk dat alle nieuwe kaarten gebruikt kunnen gaan worden tijdens het tweede seizoen. Straks natuurlijk ook Team of the Season Premier League. Ongetwijfeld Team of the Season Ronaldo, Messi. Allemaal hele goede kaarten gaan krijgen. Kijk of Brian nog een keer voor een mooie avond kan zorgen, maar daar is hij weer, die Maldini waar we het net over hadden. Tot nu toe nog niet de wedstrijd van Hessing. Kan nog komen. Die hoeft maar één kans te hebben en dan geloof mij maar dan ramt hij erin. Daar is die Wan-Bissaka. Ongelooflijk bizar goede kaart als rechtsback. 90 defend, 92 fysiek volgens mij. Is niet heel duur. Wat de meesten eigenlijk doen is zo'n kaart kopen. En hem dan gewoon centraal achterin zetten. Dat is natuurlijk dit jaar een beetje die full meta. Door spelers als Mbabu, Walker, allemaal centraal te zetten. Ja, voorgaande FIFA's was het juist goed om fysiek sterke spelers centraal te hebben. Dit jaar kan je het beste gewoon met de snelle spelers spelen. Het maakt niet uit of ze heel fysiek zijn of niet. Als ze maar gewoon behendig zijn, lenig en ongelooflijk snel zijn. Is natuurlijk wel jammer. Ik heb er zelf best wel moeite mee. Om dat goed te kunnen handelen. Maar dat is ook de reden dat elke FIFA wel zijn methodes heeft. Het is rust hier. AZ leidt met 1-0 tegen Heracles. Gewoon mooi weer om te zien. Ja, ja, ja. Gewoon die communicatie is in de rest. Ik weet niet of jullie het hebben gezien. Ik denk het niet. Dat is... ik vind het echt mooi om te zien hoe die twee elkaar daar bij Dani Visser... elkaar een beetje gek, maar van kom op bro, kom op je pad, kom op man. Ja, heerlijk. Ik zou Legend Pot ook wel naast me willen hebben tijdens elke pot weekend. Ik weet zeker dat ik er dan 5 meer win dan wat ik er nu doe. Dat is gewoon zo, dat is 100% zo. Misschien een mogelijkheid voor AZ, goede aanval, maar... Bruno die krijgt hem met geluk mee en het is weer Ronaldo die hem daar eigenlijk doorheen klitst. Wat een goal van Dani Visser en het gezicht van Brian die is een beetje sarcastisch aan het lachen. Heerlijk door. Boer met kiespijn zit hij daar. Oké, nu volhouden man. Ja, het was een soort paas van Fernandes die werd onderschept. En volgens mij leverde Brian dan toen gelijk weer in bij Dani. Zonde. Om natuurlijk zulke goals weg te geven. Kijk, als iemand nou een geweldige aanval heeft en een super goal maakt. Ja, oké. Okay. Maar dit zijn eigenlijk dingen die Brian moet voorkomen. Hierna hebben we natuurlijk nog een mooie wedstrijd. Dan gaat onze Italiaans vriend Cosimo het opnemen tegen Jules. Dat is ook een kraker op papier.
eigenlijk alleen maar mooie wedstrijden tussen Heracles en AZ. Frustraties bij Brian. Die heeft ontzettend veel balverlies. Ik weet niet wat er gaande is, maar hij is ontzettend pissig. En ja, hier gaat het waarschijnlijk 3-0 worden. Het wordt hier 3-0. Wat een uitgespeelde aanval weer van Dani Vissen. En dit is niet de Brian die we kennen. Mooi gerust. Ik hoopte nog even wat ontlading te zien bij beide spelers. Dani heel rustig. Weet dat hij eigenlijk veel beter is deze wedstrijd. Vorig seizoen werd het trouwens 1-0 voor Dani tegen Brian. We proberen nu in ieder geval nog één te scoren. Dan staan we 2-0. Als je een kamikaze, dan kan het 6-0 worden. Ik zeg niet dat het kamikaze moet gaan. Ik zeg dat je er nog één moet doen. Zo van 21, joh. Je werkt aan systemen, maar de ene dag gaat het supergoed. De andere dag denk je van, je bent een bronspeler gewoon. In ieder geval geven tegen en proberen er nog één te scoren. Ja, het is echt een kansloos FIFA gewoon. Echt legit. Focus, focus, kom op. Vraag aan elke FIFA-speler om het spel. Iedereen zegt dat het schande is. Maar ja. Je kunt systemen trainen wat je wil, maar ik zweer het, vannacht zo wat tegen leven gespeeld. En je speelt nu? Lopen niet, acties gaan niet. Ja. Ik zit even naar het verhaal van Brian te luisteren. Ja, het is inderdaad een bekend probleem bij heel veel e-sports, eigenlijk in FIFA. De ene keer gaat het zo lekker, dat zegt hij ook. Dus gisteren ging het zo goed, speel ik tegen een paar toppers, gaat het gewoon goed. En vandaag, ja, nog geen 18 uur later, dan gaat het helemaal mis. Brian, die inderdaad ook daar niet alleen zit, werd gecoacht eigenlijk. Ik weet niet door wie, maar die zei van, probeer nog even die 3-1 te prikken. Ja, dat was vorige keer ook natuurlijk goed. Klasse. Dat lijkt me buitenspel. Ja. Okay. Dat was natuurlijk de vorige keer ook, toen stond Brian... Ja, eigenlijk ook kansloos 3-0 achter. Maakt hij nog wel de 3-1. En toen kon onze Italiaanse vriend 2-0 winnen. Dat was het 3-0 ook al tegen Ajax. En Mbappé is wel handig met 5e skills. Is prima, ja. Gullit misschien wel eruit, maar die is wel nog redelijk moe. 74. Ja. Maar ja, wie gooien we dan voor hem in de plaats? We kunnen ook Virgil op centerback, Vieira centerin. Ja, inderdaad. Wil je dat doen? Ja, dat is perfect, man. Dat is wel domme goals tegen, joh. Kamikaze misschien 3-2 achter gestaan, dat zou ik achter. Helemaal kan ik ingaan, langs weer. Eén punt ingaan, ik ging erachter. Ja, er moet toch wel een moment komen dat Brian toch een kans gaat krijgen. Ik kan me niet herinneren dat hij een kans heeft gehad. Ik heb het gevoel dat hij hem wel gaat krijgen. Nou, hier wordt dan 4-0. Ja, wat is dit? Wat is dit weer een moment? Ja. Dani straft alles af wat voor de goal komt. Elke kans benut hij. En ja. Ik weet niet zo goed wat ik moet zeggen over Brian. Hij staat helemaal niet slecht op de individuele ranglijst 7e, maar... De laatste week in mijn ogen niet zo heel lekker. Toen tegen Ajax al, nu tegen AZ. Dat zijn wel een beetje de wedstrijden waarin hij het ook moet laten zien. Het zit er gewoon niet in voor Brian deze wedstrijd. Prima. Belangrijk dat Brian nu gewoon wel de rust houdt en het in ieder geval niet 5-0 laat worden, want 4-0 lijkt me al een hele onmogelijke situatie voor Cosimo die hierna gaat.
is wel een van de beste spelers op de PlayStation. Maar goed, 4-0 goed maken, dat zie ik niet zo snel gebeuren. Misschien dat Brian toch nog even een goaltje kan maken wat de spanning in de wedstrijd terug zou brengen. Hier gaat hij komen waarschijnlijk. Oh nee, nee, nee. Wat een moment. Het is gewoon zo'n dag. Het is gewoon zo'n dag, zegt Brian. Ja, als je dit soort kansen niet gaat benutten, dan is het inderdaad niet zo'n dag. Ronaldinho dan hier. Gaat het dan 5-0 worden? Het zou maar zo kunnen. Dani schaft alles af. Elke kans is een goal op dit moment. En het blijft bij 4-0. Nog 10 minuten te gaan. Spannende pot. Ondanks dat het 4-0 staat, is het echt best spannend. Puur omdat je weet dat hierna nog echt een topper aan de bak gaat. Ronaldinho hier legt hem weer net niet goed af. En, dat is een beetje het verhaal van deze wedstrijd. Net niet. Mag niet rust, natuurlijk. Eén wisseltje. Ja man, goeie. 85 man. Ga gaan we die laatste. Ja. Als je de bal hebt. Dani Visser die even met Zet God weer leuk aan het praten was. En die zei van ja, laatste aanval wordt dit. Gaan we elkaar boksen. Maar ja, deze wedstrijd hebben we het ontzettend goed gedaan. Ja, dit is helemaal frustrerend dat Brian niet weet dat hij waarschijnlijk geen kans meer gaat krijgen. Dat is misschien ook wel gewoon beter. Dan is het maar 4-0. Want het kan natuurlijk, het kan zo 5-0 worden. Het kan. Het zit allemaal mee voor Dani. Het zit allemaal tegen voor Brian. Dus de kans dat het 5-0 wordt is zo aanwezig. En dit had hem zo kunnen zijn als Maldini daar niet stond. Dan was hij zo naar Langhoek gevlogen. Misschien nog één moment dus voor Brian dan. 1 minuut blessuretijd. Kan hij die belangrijke 4-1 nog maken? Dat zou echt een enorm verschillen. Maar nee, het gebeurt niet. 4-0 wint Dani Visser van Brian. En we gaan kijken wat Cosimo dan kan betekenen tegen Gilles. Die pot is gelijk hierna. Welkom bij de tweede leg tussen Heracles en AZ. Jullie hebben net kunnen zien wat er allemaal is gebeurd natuurlijk in die eerste wedstrijd. Het was niet gunstig voor Heracles, dat kunnen we wel zeggen. Maar we hebben hier wel een echte topper aan het werk. Heracles Cosimo heet hij. Ik weet niet of dat goed uitspreekt, maar dat is de nummer 7 op de wereldranglijst PlayStation Europa. Dus die man die moet wel aardig kunnen ballen. Hebben we al kunnen zien natuurlijk tegen Ajax vorige week. Best heb ik zelf toen verslag mogen geven. Toen heeft hij schitterend resultaat geboekt. Dat uiteindelijk dus nog een overal gelijk spel werd. Maar kijken of hij iets kan betekenen dan. Staat 4-0 achter. Gaat hier dan waarschijnlijk al een grote kans krijgen. We weten dat de verbinding niet optimaal gaat zijn voor Gilles Bernard. Kijken of hij onder die druk uit kan komen. Want het kan maar zo zijn als hij vroeg 1-0 maakt. Cosimo, dat het dan een storm gaat worden van aanvallen. Kijken wat hier gaat gebeuren. Mbappé, goed verdedigd door Vieira. Ja, scoort AZ dan is het voor mij 99,9% zeker dat AZ gaat winnen. Maar ja, als onze Italiaanse vriend vroeg, dan zou het maar zo kunnen zijn. Maar het is hier 1-0 voor AZ. Of is het buitenspel? Ik heb het niet kunnen zien. Nee, het is buitenspel. Ik kon het net niet goed zien. Maar ik hoorde het al aan het publiek.
Die ging sarcastisch lachen. Zo van, ga. Deze goal telt niet, man. Dat was zo. Wel een hele mooie aanval. Van Gilles Bernard. Pelé. Cancelt alles wat hij kan cancelen. Lekker ketas. Het is een moeilijke situatie voor Cosimo, maar nogmaals, ik denk als hij één goal maakt nu al vroeg in de wedstrijd, dat het kan gaan spoken. Het zou maar zo kunnen. In ieder geval heel aanvallend. Je ziet dat die backs, Bissaka en David al heel erg hoog staan. Ja, en hij moet natuurlijk ook. Je kan niet eigenlijk een kapot spelen zoals je normaal zou doen. Dat is natuurlijk gewoon afwachtend. Hier, grote kans! Geen buitenspel. Net te laat uitgestapt door Heracles, waardoor er geen buitenspel was. Dus dat had eigenlijk de 1-0 moeten zijn voor AZ. Ja, dit gaat waarschijnlijk alle kanten op deze wedstrijd. Dus dat is ontzettend leuk om te zien. Van het begin al aanvallend spel van onze Italiaanse vriend. Hier komt Ronaldo. Doet een nutmeg. Dus de panna direct van nutmeg, maar ging niet helemaal goed. Ronaldo naar Gullit. Belangrijke taak aan Gilles om in ieder geval gewoon veel balbezit te hebben. Ook hier een trucje die eigenlijk helemaal niet nodig is. Moet juist op dat moment in mijn ogen gewoon balbezit houden. Nergens voor nodig om op dat moment een actie aan te gaan die uiteindelijk dus ook mislukt. Want dat levert alleen maar weer onnodige stress op. Want hier is Ronaldo alweer. Doet een cancel La Guiqueta. Schiet hem nog geplaatst in de korte hoek. Leek maar geen streep. Mbappé hier. Doet ongelooflijk veel cancel naar Kilketa. Is natuurlijk een ontzettend goede truc. Hier dan ziek verdedigd door. Was dat Virgil van Dijk? Dat was Virgil van Dijk inderdaad. Ronaldo leek 1-op-1 te gaan, maar het laatste moment vloog van Dijk er toch nog voor. En dan kan Cosimo hier misschien een mooie aanval creëren. Devies die kan natuurlijk niet met rechts schieten. Moet naar zijn linker. Dat lukt niet vanaf links. Omsingelt de 16 van AZ compleet. Hier is Pelé. Gaat hij het dan doen? Wordt weer geblokt. En zo zijn er veel momenten voor de goal. Maar niet echt 100% kans tot nu toe. Kijken wat Gilles misschien in aanvallend opzicht nog iets kan laten zien. Maar ik denk dat hij het liefst gewoon de bal rondspeelt tot aan de 45e minuut. Dat zou zo kunnen gebeuren. Ja, waarom niet? Ja, ik geef hem alle gelijk eigenlijk. Het is misschien niet leuk voor de kijkers. Pelé dan weer iets doen. Speelt daar op nummer 10 voor mijn gevoel. Achter de spits loopt dan weer helemaal op het middenveld. Heel aanvallend natuurlijk om al die toppers daar in het midden te hebben. Pelé, Ronaldo, Mbappé. Iedereen loopt daar in het centrum. Maar kijk hoe druk het is. Je komt daar niet doorheen. Hij moet echt schaatsen. Hij moet akka's. Hij moet er doorheen glitchen. Maar dat gebeurt op dit moment niet. En dan is het 0-0 met rust. En is onze vriend niet blij. Dat kan je zien. Kan niet draaien. Kijk, daar gaan we verder. Ik had even geluisterd naar instructies die beide teams nog gekregen, maar niet echt duidelijk een plan. Volgens mij Gilles die gewoon
verder gaat met zoals die al deed en Cosimo, excuus, maar ik kon niet verstaan wat hij zei of wat hij in ieder geval bedoelde. Hij leek me niet echt heel erg tevreden aan zijn gezichtsuitdrukking. Natuurlijk wel wat momenten voor de goal gehad, maar niet echt een 100% kans in mijn ogen. Dat is ook natuurlijk credit naar Gilles die gewoon heel goed staat te verdedigen. Eigenlijk zelf niks creëert. Eén buitenspel. En ja, trouwens die steekpaas die op het laatste moment nog werd uitgestopt door Cosimo. Maar tot nu toe doet hij het prima, Gilles. Heeft natuurlijk een 4 goals marge. En hier gaat dan een goal komen, denk ik. Nee, goed verdedigd weer. Doet een reverse elastico. Strak uit binnen naar buiten. Die is niet te dekken vanuit stilstand. Oh god, dit is ontzettend moeilijk ook. Hoe goed je ook bent in FIFA. 4 goals betekent ook nog eens een gelijk spel. Dus dan heb je nog niet eens gewonnen. Dan heb je een puntje erbij, ja. Het enige nadeel is voor Heracles dat AZ over Heracles heen gaat. Heracles had 9 punten. AZ 8, dus dat betekent dat AZ zelfs over Ajax heen gaat. Die gaan naar 11 punten. We staan dan op de 9e plek. Goed, vandaag een dubbele speelronde bij de KPN-Eredivisie. Veel mooie wedstrijden vandaag. Dus beide ploegen komen nog een keer in actie. En dat zal aan het einde van de middag, begin van de avond zijn. Ik hoop in ieder geval voor Brian dat hij zich kan herstellen. Hij zal zeker weten niet tevreden zijn en veel gaan oefenen vanmiddag. De 60ste minuut alweer. Het doelpuntje had al moeten vallen voor Heracles. Ik ga nu wel op start drukken en dan ben ik benieuwd wat er voor een tactische wijziging gaat komen. Ik denk dat het wel een aanvallende wissel nog zal zijn, maar of het punten gaat opleveren, ik denk het niet. Het is ook zo druk daar. Het staat ontzettend goed te verdedigen. Hij speelt al 4-2-4, kunnen we zien. Nee, het is een CM, ja, dat niet. Questo utilizzo si è messo, ha fatto meglio. Da quel momento. Va bene, cioè, ha fatto quello che doveva fare. Da quel turno si va a sentire tutti attaccando. Non si è negato di bravo, è un constant pressure, lo so. Non è che ne racco, che non si è detto. Non lo dici. Hier mogelijkheid misschien voor Cosimo en hij schiet hem erin. Dat heeft hij al vaker gedaan, toen tegen Ajax heeft hij toen ook gedaan. En hij perst zichzelf even op. Hele mooie vrije trap. Is misschien wel echt een expert erin, want ik heb het nu 2 keer zien doen al. In beide wedstrijden dat ik commentaar bij hem geef. Tegen Ajax toen schoot hij er ook fantastisch in. En nu weer. Gaat het dan nog spoken? Hij staat in ieder geval heel aanvallend. Speelt 3-4-3. Iedereen naar voren. Gaat het hier dan nog gebeuren? En het gaat gebeuren. Scoort even in 2 minuten 2 goals. En dan is het 2-0 voor Heracles. En gaat, ja, dan gaat het misschien wel gewoon gebeuren ook. Dat zou zomaar kunnen. Hij staat zo aanvallend. Ik heb het net kunnen zien. Hij heeft nu net pas ook Moment Schullet ingebracht. Opvallend. Die stond dus gewoon niet erin. Koos Fernandes en Vieira. Boven Moment Schullet. Heeft hem nu wel ingebracht voor die aanvallende impuls. Je ziet die druk. Ja, dit kan ook zo 2-1 worden voor AZ trouwens. Hier een mooie paas. Goed verdedigd. Van de Sar die het even niet meer weet.
Maar dit kan alle kanten op. Het kan nu zo 3-0 worden of 2-1. Het gaat sowieso nog een goal vallen. Dat kan ik jullie garanderen. Of het nou 2-1 wordt of 3-0. Het zou mooi zijn voor de wedstrijd als het 3-0 wordt. Want dan kan je echt lachen de laatste paar minuten. We gaan het meemaken hier een Gullit die aan de bal was. Een loopactie naar voren wilde maken, maar er staat daar een muur van 8 man. Hier dan een mogelijkheid, Ronaldinho. Heel to heel, doet een reverse elastico en Vieira net ertussen. Dit lijkt me een overtreding, maar het is een maat overtreding. C'è il coach di Oliver che mi ha beccato l'evento, quindi sicuramente l'ho studiato a tavolino una partita. Ma ogni cosa ti ha dato cosa dove vai sempre. Bastardo. Non dobbiamo mollare però, non si molla un cazzo, non si molla un centimetro, dai. Io mi sto con la spalla. Weer een aanvallende wissel. Cruijff voor Pelé. Pelé voor Fernandes bij AZ. Gilles die nog even in de rust net zelf in het pauzemoment van Jezus, wat een spel. Nou ja, kijk, hij heeft zelf natuurlijk aanvallend weinig laten zien. Dit is rood, lijkt me. Niet eens. Daar komt... oh jawel, het is wel rood. Ja, ik kon het niet goed zien. Hè? Dat... het balkje van de kaart in ieder geval stellen voor. Oké, het is wel rood. Oké. Dus dat betekent Heracles nu met 10 man. AZ die de bal helemaal naar de keeper terug speelt. Ja, geef hem ongelijk. Cosimo die heeft wat Italiaanse woorden eruit gegooid. Ja, misschien dat die Italiaanse kijkers zijn die half Italiaans, half Nederlands zijn en kunnen zeggen wat hij zei. Hij zal wel iets gezegd hebben van. Jezus Mina, speel maar lekker terug naar je keeper. Tijd rekken, ik heb geen idee. Maar ik denk dus dat die 1-0 en die 2-0 gewoon iets te laat kwamen. Ik heb het idee dat als Cosimo in ieder geval de eerste helft al één doelpuntje had gemaakt. Dat het wat sneller kon. Hier is Ronaldo wel. Maar er staan zoveel man daar. Kijk, er is ook helemaal geen speler van Heracles die dan ook echt in die 16 staat. Allemaal om de 16 heen. En Mbappé, Rivers, Lasco, ja, en dan is het Gullit die ertussen komt. Ronaldinho, gaat hij het dan doen? De Richard Nutmeg, maar nee, dit gaat hem niet meer worden. We gaan Gilles en Dani toch 3 punten pakken. Dani, die ik net nog even sprak, die zei van, nou, geloof mij, maar 4-0 kan... ook niet genoeg zijn hoor. Die gast is zo goed, die Italiaan. Hier nog misschien de 3-0 in deze wedstrijd. Nah, hij doet het allemaal perfect, maar het lukt maar net niet. En, ja, als je kijkt overal is het natuurlijk gewoon een verdiende overwinning van AZ. Want die Visser was ontzettend goed tegen Brian. Jammer dat Brian dan zo hoog ziet oplopen. Maar goed, AZ pakt belangrijke punten. Onze Italiaanse schiet is niet blij. En AZ die stormt nu naar plek nummer 9 op de ranglijst.